Yo guys van het kanaal, ik ben Anko, het video van deze 8 juni is een aflevering van Back to the Movies, aflevering 7. Na het intro gaan we sowieso verder. Van de beste avonturenfilms van de wereld. Tot een van de mooiste Star Wars films. I am your father. Tot een zeer spannende horrorfilm. Shit. Tot een zeer boeiende thriller. Goddamn call. Tot de zomervakantie via Back to the Movies. Heerlijk. Ja mensen, welkom allemaal bij deze aflevering op deze dag van de week, de laatste aflevering. Ja, volgende week is er geen aflevering van deze serie, dan is er Remco Stam Oranje, een beetje een teken voetbal natuurlijk die eraan komt. Want zondag 16 juni, ja dan moet Nederland voetballen. En die dag ervoor hebben we een uitzending, aflevering van Remco Stam Oranje over de EK voetbal en over de wedstrijd, wat ik ga verwachten. Maar we gaan vandaag kijken in deze aflevering naar Jurassic Park. Gaan we over hebben. En allereerst gaan we een quizje doen, zoals we elke aflevering doen. En dan daarna ga ik weer iets vertellen over de films en dat soort dingen. Tot de zomervakantie, zie je Back to the Movies. Heerlijk. Ik klink een beetje zwaar in mijn stem, klopt. Het is ook wel vroeg. En hier staat de automating Jurassic Park quiz. Hoeveel weet je over de Jurassic Park films? Dat is niet je kennis met deze geweldige quiz. Hoe werd de film beschreven op de originele Jurassic Park filmboos? Raad en weer terug het avontuur van 75 miljoen jaar in de maak. Als je van dinosaurussen houdt, zul je dit geweldig vinden. Niet je gemiddelde dagje uit. Denk die. Op welke fictief eiland lag Jurassic Park? Isla de Boom, Isla de Boom. Hoe heet het bedrijf waardoor de dinosaurus weer tot leven kwam? Even kijken als ik het even naar het Engels, Nederlands vertaal. Oh, je moet het natuurlijk wel zien. Aha. Gaat lekker. Gaat lekker. Gaat lekker. Dit is nog vroeg, mensen. Kijk. Wat was de naam van de company dat de dinosaurus... Ja, dat maakt dus niet uit. Oké. Hoe heet het bedrijf waar de dinosaurus weer tot leven kwam? Dinosaurus Erus Ingen OCP. OCTP. Wat zijn de namen van twee kinderen die Jurassic Park bezoeken? Dennis en Eekje. Met Dead Anthony en Declan. Wat is de eerste dinosaurus? Dr. Alan Grant en Dr. Aileen Sattler zien wanneer ze op eiland aankomen. Tyrannosaurus, denk ik. Hoe heet het personage die zijn Jure aanval door... Oh ja, die. Norman Newman, ja. Hoe stappen ze aan het einde van Jurassic Park van het eiland? Nou, de kopte. Hoe vervoeren ze in de Lost World Jurassic Park een T-Rexosaurus rechts naar San Diego? Schip, dacht ik, ja. Wat gebeurt er als het aankomt? Wat gebeurt er als het aankomt? Het schip stort neer en T-Rexosaurus rechts ontsnapt. Ze brengen naar het hotel, ze hebben het dit, ja. Wat zijn in Jurassic World de naam van de twee broers die het eiland bezoeken? Ja, ja, Zack en Gray. Over deze merken vind jij cool? Ja. Geen van deze. Arjon. Jongen, ja. Waar ben je? Ik ben... Ouder dan 16. Gaan verder met de quiz. Wat is nou van de nieuwste attractie van het park? Slipperdia in Dominus Rex Jeff is werelds grootste hotdog. Die dacht ik. Hoe heet de Velociraptor expert in Jurassic World? Dit is van ja. Peter Kuhl. Het is de operator. Operators manager van het park die ook de kantante van Zag en Graham is. Christina Dunne, Dora Benz, Liam During. In Jurassic World, Fallen Kingdom, welke natuurramp bedreigt de dinosaurus? Die heb ik nooit echt gezien, maar voor mij was dat vulkaanuitbarsting.
Wat is nou van het nieuwe type dinosaurus dat het schittert in Jurassic World Fallen Kingdom? Dat weet ik niet, maar voor mij Rosatron. Maar werden de dinosaurussen meegenomen door de veiligheid? Voor de veiligheid. Hoe heette de laatste levende Velociraptor? Nieuw. Wat gebeurde aan het einde van Jurassic World Fallen Kingdom? Ja, weet ik niet. Ik heb het nooit echt gezien. Hoeveel Jurassic World Park films zijn er? Nou, je hebt Jurassic Park, gewoon de originele. Jurassic Park The Lost King. The Lost World. Jurassic World. Jurassic World Fallen Kingdom. Fallen Kingdom. En Jurassic Dominion. Dat zijn er vijf. Maar niet waar. Een nieuwe Jurassic Park film wordt uitgebracht in 2021. Niet waar. Oké. Drie zijn het. Huh? Ja, als je het zo bekijkt. Dat was slim. Dinosaurus sterven door de VS. Oké. Ooit laatst leefde Blauw. Het land van Benjamin Lockwood in Californië. Indoor Chapter. Vulkaanuitbarsting, dacht ik al. Claire Deering. Owen Grady. Nee, dacht ik al. Nou, Dennis Nedry was dat dus. Brachiosaurus. Lex en Tim. Ingen. Ja, het zijn mooie films en we gaan er vanavond even praten over praten. Tot de zomervakantie. Zie je Back to the Movies. Heerlijk. Ja, ik heb de films al meerdere malen gekeken. Dat is blijven zeer goed. Echt. Ja. Het zijn toch wel mijn favoriete film. Friendsins. Ja, avonturenfilms. Ja, het zijn hele oude films. En ze maken er nog steeds delen van. De laatste deel was van mijn Jurassic Dominion. Dat was echt de laatste. Die heb ik in de bioscoop gezien. Maar die was goed. Ja, die was wel leuk. Want de wereld was bespreid met al die die dinosaurussen. Er was geen dier of mens meer op dat stuk. Ja, wel mensen, maar allemaal in soort koepels. En op het einde was. Ja, toen hebben die dinosaurussen alles vernietigd. En die koepels. En het is een eigen wereld geworden. Ja. Ja, het is best wel een goede film. En het blijft wel de beste avonturenfilms. En Jurassic World dan. Ja, op zich ook wat te doen. Wel een beetje. Wel een beetje nep. Ja, logisch zijn neppe films. Maar het zijn wel goede films. Jurassic Park vind ik wel de beste eigenlijk. De eerste. Tevens ook de originele. Maar ja, dat is gewoon. Dat is gewoon de beste. Dat weet je allemaal. Maar we zijn weer bij een einde van de aflevering. Ja, heel apart allemaal. Ik kan niet te veel praten over. Ik moet ook zo weg namelijk, dus ik kan niet te lang praten. Deze heb ik op de dag gemaakt, omdat ik weg moest. Ja, lekker slim. Vandaag heb ik hem gemaakt, de video. Zaterdag 8 juni. Mensen, bedankt jullie voor kijken. Ik zie jou volgende week, over twee weken weer met de nieuwe aflevering van deze serie. En god dat je weer kijkt. Eeuw. Van de beste avonturenfilms van de wereld. Tot een van de mooiste Star Wars films. I am your father. Tot een zeer spannende oorlogsfilm. Shit. Tot een zeer boeiende thriller. Goddamn call. Tot de zomervakantie. Zie je Back to the Movies. Heerlijk.